Luisteraars, welkom bij het programma Welgeïnformeerd. Een paneldiscussieprogramma vanavond aanwezig, Krishna Salikram. Ik geef het woord aan Krishna. Dank je, Iwan. Goedenavond, luisteraars. En welkom bij deze aflevering van Welgeïnformeerd. Vanavond ben ik alleen in de studio, maar niettemin hebben wij toch een aantal gasten voor u. Om te beginnen in het tweede uur natuurlijk onze man in Paramaribo, de heer Guillermo Samson, die geeft zijn commentaar op de actualiteit in Suriname. En dan in het eerste uur, aan het einde van het eerste uur, gaan we enkele minuten praten met Owen Venlo. Owen heeft een oplossing, een soort juridische oplossing voor het zogeheten AOW-gat van Surinamers. Maar we beginnen met de heer John Biekman. De heer John Biekman woont en werkt in de Amerikaanse staat Florida. En de reden dat we straks zometeen met de heer Biekman gaan praten heeft natuurlijk alles te maken met de Amerikaanse presidentsverkiezingen die komende dinsdag 3 november aanstaande zullen worden gehouden. Als het goed is, is meneer Biekman nu aan de lijn. Goedemiddag, meneer Biekman. Goedemiddag. Ja. Meneer Biekman, ik zei het reeds in mijn inleiding. U woont en werkt in Amerika, hè? Maar u heeft Surinaamse roots, zeg maar. Ja, dat klopt, ja. Ja. En u heeft... wat doet u eigenlijk in Amerika? Natuurlijk, ik woon in Amerika. Ja. Ik werk bij de Federal Aviation Administration als een aviation safety inspector. Dat houdt in dat we die vliegveiligheid handhaven met betrekking tot luchtvaartmaatschappijen, ja. Piloten, mechanic en onderhoudsbedrijven. Ja, ja. En u heeft wel in Nederland gewoond en in Suriname? Ja, ik heb in Nederland gewoond, ik heb in Suriname gewoond. Ik geloof ik was, toen ik klein was, ging ik naar Nederland. En ik heb ook een tijdje in Duitsland gewoond. En okay. Van Duitsland ben ik naar Amerika verhuisd. En u heeft hier in Nederland een opleiding gevolgd voor het beroep wat u uitoefent? Ja, ik heb bij de Antonie Fokker School gezeten. Als vliegtuigmonteur heb ik een studie opgevolgd. Okay. En daarna ben ik 2 jaartjes van Suriname verhuisd, 77 tot 79. En toen ben ik weer naar Nederland vertrokken en heb daar bij Martinair gewerkt en bij nog een andere luchtvaartmaatschappij. Ja, en hoe lang woont u in Amerika? Ik woon sinds 1995 woon ik in Amerika. Oké, dat is toch 25 jaar, zeg maar. 25 jaar ja. Ik in Amerika, dat klopt, ja. En hoe bevalt het u? Wel, Florida natuurlijk bevalt altijd vanwege het weer natuurlijk. Ja, want u woont in Miami? Of in de buurt van Miami? Ik woon in Miami, ja. Oké, okay, ja. En was het makkelijk voor u om daar, zeg maar, aan de slag te gaan? Ja, toch wel. Het was makkelijk natuurlijk. Ik heb in de luchtvaart gezeten. En de luchtvaart is natuurlijk internationaal. Ik heb mijn Amerikaanse license heb ik ook. En daarmee kon ik natuurlijk hier aan de slag. Ik heb natuurlijk ook voor Amerikaanse maatschappijen gewerkt in Nederland en in Duitsland. Heb ik voor American Airlines gewerkt en Transworld. En vanwege mijn goede reputatie bij American Airlines kon ik weer bij American Airlines hier aan de slag in Miami. Ja, ja. En we begrijpen dat u ook Amerikaans staatsburger bent? Dat klopt, ja. Dat klopt. Ik heb dubbele nationaliteit, Nederlands en Amerikaans. Oké, en dat, want hoe zit dat? Je kunt je Nederlandse nationaliteit niet verliezen wanneer je Amerikaan bent? Voor 2005 zou dat wel gebeuren. Vanaf dat ik het niet gedaan had toen, want ik kon het natuurlijk al heel eerder doen. Maar in 2005 zijn de wetten veranderd, de Europese wetten, including de Nederlandse wet. Ja. Dat als je eventueel met een buitenlandse getrouwd bent, dat je die nationaliteit van die buitenlandse
een buitenlander kan je aannemen en met behoud van je Nederlanderschap. Aha. En dat heb ik toen gedaan. Oké. Okay. Well, voor onze oriëntatie en ook dat van de luisteraars, zijn er veel Surinamers in de omgeving waar u woont? Wel, om eerlijk te zijn, ik heb geen contact met Surinamers hier. Er zijn wel een paar Surinamers die ik ontmoet heb in de supermarkt of zo. Maar ik heb niet echt contact met Surinaamse mensen hier. Ja, en u mist Suriname of Nederland helemaal niet? Natuurlijk, kijk, Suriname, je komt van Suriname natuurlijk. Je gaat regelmatig terug. Toen ging ik vaker naar Suriname, de laatste paar jaren ben ik niet meer geweest. Maar je mist natuurlijk, je vaderland mis je natuurlijk altijd. Hmm. En wat Nederland betreft, mijn hele familie zit in Nederland. Ja. En ik ben ook regelmatig in Nederland natuurlijk. Ja. Dat ik zeg dat ik Nederland mis, ik denk het niet. Ik denk niet dat ik Nederland mis. Het is een hele goede plaats om vandaan te komen. Ik mis Nederland niet. Ja, dus we mogen gerust zeggen dat u gesetteld bent en uw draai gevonden heeft in de Verenigde Staten. Ja, ik ben gesetteld, alhoewel ik sta open voor om te verplaatsen naar een ander land. Hmm. Als het maar warm is. Oké, okay. Dat begrijpen we heel goed. Maar voordat we op het eigenlijke onderwerp ingaan, wat bevalt u het meeste in Amerika? Wat me het meeste hier bevalt, natuurlijk het weer in Florida. Ja. De mogelijkheden die je in Amerika hebt, die heb je, ik denk dat je die nergens ter wereld hebt. Als je maar nagaat dat als je bijvoorbeeld kijkt naar de president die we momenteel hebben, ja. Als je maar nagaat dat hij president geworden kan zijn, dan zijn de mogelijkheden toch onbeperkt hier in Amerika. Als je ervoor werkt, dan lukt het wel. Oké, dus het is een land waar meer dan elders in de wereld de nadruk op gelegd wordt. Op hetgeen je kunt, hè? En niet op wie je bent. Kunt u dat weer herhalen, alsjeblieft? Ja, dus in Amerika wordt de nadruk gelegd op datgene wat je kan, in plaats van de persoon wie je bent. Kijk, weet je wat? Natuurlijk wat je kan, natuurlijk. En natuurlijk, het ligt aan de persoon zelf. Hmm. Als de persoon iets wil bereiken, kan de persoon dat doen. Er zijn de mogelijkheden daarvoor zijn er. Dus het ligt grotendeels aan jezelf. Okay. De mogelijkheid is daarvoor geschapen dat je dat kan doen. Oké, okay, goed. Meneer Biekman, natuurlijk komende dinsdag, dan is het de grote dag. Dan wordt er gestemd. Ja, dus, maar om te beginnen, hoe ervaart u de... het beleid, de regering Trump de afgelopen 4 jaar. Hoe heeft u dat ervaren? Kijk, het beleid van Trump is niet dat... ik denk dat het beste antwoord dat ik kan geven is dat de hele wereld die let op het bewind van Amerika. Ze letten op de regering, ze letten wat er gedaan wordt, wat er gezegd wordt. En de hele wereld, het beïnvloedt de hele wereld. Jullie in Nederland ook. Jullie zijn constant bezig met de verkiezingen. Dus de regering raakt iedereen. Iedereen ter wereld, niet alleen de Amerikaan, ook de buitenlander raakt het. En precies als hoe het u raakt, of andere mensen raken, zo raakt het mij ook. Oké. Okay. Maar als u een oordeel zou geven, een cijfer, welk cijfer geeft u de regering Trump? Ik zou het meer kwalificeren als de ramp. Oké. Okay. Ja, dat is echt genoeg. Waarom? En kunt u dat even illustreren? Kunt u een aantal punten noemen wat het echt rampzalig heeft uitgepakt?
Nou, kijk, als je nou kijkt naar het immigratiebeleid. Ja. Het immigratiebeleid is schrikbarend. Er zijn momenteel ongeveer 500, meer dan 500 kinderen. Hmm. Die zijn weggenomen van hun ouders. En die ouders zijn nergens te vinden. En dat heeft deze regering gedaan. Ja. Die, als je kijkt nou naar, als je nou kijkt naar toen hij zich aankondigde als presidentskandidaat. De woorden die uit zijn mond kwamen. Mexicanen zijn criminelen. Ze zijn drugsdealers. Ze zijn verkrachters. Oké. Okay. Moslims die horen hier niet thuis volgens hem. Oké, okay. Die zijn allemaal terroristen. En zo kan je kan zoveel dingen opnoemen. Dat je duidelijk kan uitmaken dat deze man een racistisch beleid voert. Ja, ja. En natuurlijk ook zijn, het racisme in de Verenigde Staten is ontzettend opgekomen tijdens zijn bewind. We zien dat milities nu openlijk in het openbaar gaan patrouilleren met de wapens. We zien ook dat... Kijk, dat Trump de verkiezing gewonnen heeft. Is natuurlijk... Ik heb niet voor Trump gestemd, oké? Okay? Ja. Maar wat er gebeurd is... de hele wereld... kijk... veel nauwlettender op wat er in Amerika gebeurt. En met de verkiezing van Trump is dat naar buiten. Je kan zien wat het gezicht van Amerika is. Oké. Okay? Als Trump geen president geworden was, als Clinton had gewonnen, had je dit niet gezien. Je had die protesten. En die mensen met wapens die gewoon in het openbaar wapens vertonen, die dreigen, de mensen dreigen, die zelfs een gouverneur willen ontvoeren en vermoorden. Dat zou je niet hebben. Maar dat was er altijd. Dat was er altijd, maar het was niet naar boven. Maar met Trump is alles naar boven gekomen. Ja, ja. Omdat hij is natuurlijk één van ze. Ja, ja. Hij durft ze ook niet openlijk te veroordelen, hè? Integendeel, nee, hij stimuleert ze. Dat is zijn aanhang. Dat is zijn aanhang. En hij houdt liever zijn aanhang zoet dan dat hij de meerderheid van de bevolking het ten goede heeft. Ja. En we hebben gezien dat... in een groot aantal staten al gestemd mag worden. En we hebben ook gezien dat er lange rijen zich hebben gevormd voor de stembureaus. Hoe kunt u dat verklaren, die lange rijen? Oké, je hebt hier zo, ik geloof 2 of 3 weken voor de verkiezing, bepaalde staten, het ligt aan de staat natuurlijk. Ja. Kan je alvast je stem uitbrengen. Oké, okay, dat zijn pre-election. De verkiezing is 3 november. 3 november moet iedereen gestemd hebben. Maar bepaalde staten hebben vervroegde verkiezingen. Ja. Waardoor je eerder kan stemmen. En je moet natuurlijk rekening houden. Er zijn wat ongeveer 100 zoveel miljoen, bijna tegen de 200 miljoen kiezers die hun stem kunnen uitbrengen. En als je 200 miljoen mensen op één dag zouden moeten laten stemmen, zou het een ramp zijn. Die lange rijen, bepaalde staten heb je natuurlijk die stemonderdrukking. Ja. Oké, okay? Die stemonderdrukking van minorities, waardoor ze bijvoorbeeld lange afstanden moeten afleggen om een precinct te vinden om te kunnen stemmen. En natuurlijk, kijk, als je weet dat er heel veel mensen gaan stemmen, zeker tijdens deze verkiezingen gaan er heel veel mensen stemmen, dan moet je het volk zo veel mogelijk
de mogelijkheid geven om hun stem te kunnen uitbrengen. Maar bepaalde staten, en dat zijn meer de Republikeinse staten, die proberen de stem te onderdrukken. En waardoor je die situatie krijgt waar je die situaties krijgt waardoor je lange rijen hebt. Ja. Mensen die uren moeten wachten. Terwijl als je bijvoorbeeld in een neighborhood bent waar de hoofdzakelijk blanke mensen wonen, daar gebeurt de stem, daar ga je stemmen. En je loopt zo de stemlokaal binnen en je gaat zo naar buiten. Maar bij de minorities maakt het een zodanig dat je heel lang moet wachten. En veel mensen hebben natuurlijk geen tijd daarvoor. Veel mensen die denken, weet je wat, vergeet maar, ik breng mijn stem niet uit. En zo wordt de stem onderdrukt. Ja, dus dat is een bewust beleid om te voorkomen. Dat is bewust. Dat gebeurt bewust. Maar natuurlijk, kijk, je hebt natuurlijk de mogelijkheid om voor te stemmen, voor 3 november te stemmen. En daarvoor moet je gebruik maken. Ja, we hebben ook interviews gezien van mensen die in de rij staan. En die zeggen, wat er ook gebeurt, ook al moet ik hier de hele dag staan, ik ga mijn stem uitbrengen. Er is een soort vastberadenheid, hè? Ja, kijk, omdat je... Kijk, natuurlijk, we zitten in een... De hele wereld kijkt naar de Amerikaanse verkiezingen. De hele wereld heeft de gevolgen van het beleid, van het Amerikaanse beleid ondervonden. Oké? Okay? Dus... Het Amerikaanse volk, het merendeel van het Amerikaanse volk, die wil dit beleid niet steunen, niet verder ondersteunen. Dus al moeten ze uren in de rij staan om hun stem uit te brengen, dan doen ze dat, gaan ze dat doen. Omdat ze, tenminste dat denk ik, ze willen weg van dit beleid. Ja, ja. En je ziet ook dat mensen per post hebben gestemd. Maar daar is ook wat meer aan de hand, hè, met de stemmen die per post... Ja. Wat je noemt mail-in ballot. Ja. Je kan een ballot krijgen thuis opgestuurd. Okay? Dat heb ik krijg altijd mijn ballot thuis opgestuurd. En dan kan je ballot kan je dan invullen. En ondertekenen en de datum erop zetten. En dan ga je het weer op de post doen. Oké, okay? Dat heb ik niet gedaan. Ik heb het bewust niet gedaan. Vanwege die taferelen die gebeuren bij de post momenteel. Er is een postmaster door Trump aangewezen. The Joy. Ja, yeah, The Joy. Oké, okay? The Joy heeft... Ik geloof hij heeft Nederlandse roots, oké? Okay? Trump heeft de postmaster aangewezen. En wat heeft hij toen gedaan? Want Trump die verklaart dat die mail-in ballots, dat er fraude gepleegd wordt. Ja. Oké? Okay? Terwijl sinds Amerika verkiezingen voert, is er misschien nog geen 1/10% fraude gepleegd. Oké? Okay? Dus dat gebeurt niet in Amerika. Oké? Okay? Maar Trump natuurlijk verkondigt dat. Oké? Okay? En wat heeft de Joy gedaan? De mail-in ballot, waar hij tegen is, ze hebben dan de post vertraagd. Ze beginnen de post te vertragen. Oké? Okay? Want als je je mail-in ballot krijgt en je post het, kan het zijn dat het niet aankomt of het kan zijn dat het na 3 november aankomt. Oké? Okay? Dat is weer een andere vorm van stemonderdrukking. Ja. Ja, ja. En u heeft het over die voter suppression, die stemonderdrukking. Maar we zien tegelijkertijd ook dat er heel veel verzet is tegen al die maatregelen. Er zijn rechtszaken gevoerd. En organisaties van burgerrechten die komen echt in het geweer. En ze... Natuurlijk, er is verzet. Maar dit kan heel makkelijk aangepakt worden. Oké? Okay? Ik denk dat zelfs zonder verzet kan het aangepakt worden. Mm.
als de Republikeinen en de Democraten. Oké, in de Senaat en in het congres. Als ze op dezelfde lijn zijn, dan gebeurt dit niet. Maar de Republikeinen natuurlijk, die denken, weet je wat, ze weten sowieso dat, weet je, het volk is niet happy met deze regering. Dus ze weten sowieso dat ze stemmen gaan verliezen. Gaan stemmen verliezen. Dus als je een voter suppression hebt, dan is het goed voor de Republikeinse partij. Ja. Dus er is geen samenwerking om dit stop te zetten. Ja, ja. En dan heb je natuurlijk een hoop rechtszaken die plaatsvinden van wat kan en wat kan niet. En dan heb je rechten die beslissen. En de juridische tak van het land, die wordt bepaald door wie de rechters benoemt. Kijk, als de Democraten de rechters benoemen of als de Republikeinen de rechters benoemen, dan heb je kans dat de rechters meer in de voor de Republikeinen gaan beoordelen. En sowieso heb je het ook aan bij de Democraten. Als de Democrat aangewezen is, als de rechter aangewezen is door de Democrat, het gebeurt niet altijd, oké? Maar het kan zijn dat de rechter meer kijkt naar het belang van de Republikeinse of de Democratische Partij. Ja, Iwan? En niet volgens de wet zijn oordeel fel. Er wordt dus nu ook van tevoren gestemd. Is het zo dat de mensen massaler naar de stembus zijn gegaan dan voorgaande verkiezingen? Dat klopt. Momenteel hebben meer dan de helft van de mensen gestemd die vorig jaar, die in 2016 gestemd hebben. En natuurlijk, die massaal. Kijk, in 2016 zijn er heel veel mensen thuis gebleven. Vanaf dat Trump ook gewonnen heeft. Dus heel veel mensen hebben hun stem niet uitgebracht. Want ze wilden niet kiezen tussen two evils. Okay? Ze wilden niet kiezen tussen Clinton en ze wilden niet kiezen voor Trump. Dus er zijn veel mensen zijn thuis gebleven. Als er 50% van de stemmen zijn uitgebracht, is het veel geweest. Okay? Maar momenteel, deze verkiezing die we momenteel hebben, is een verkiezing die is een doorslaggevende verkiezing. Als we 4 jaar dit beleid nog moeten handhaven, of als we een nieuwe richting moeten opgaan. En ik denk dat het merendeel van het Amerikaanse volk van mening is dat we dit beleid niet kunnen, dat dit beleid niet gehandhaafd kan worden. En daarvoor heb je om die man naar huis te sturen, moet je je stem uitbrengen. En veel mensen doen dat momenteel. Ja, ja. Heeft u al gestemd? Ja, ik heb 3 weken geleden gestemd. Ja, u was er dus heel gauw bij eigenlijk. Ja, ik heb mijn ballot thuis gekregen. De volgende dag heb ik het in de Dropbox gedaan bij officiële Dropbox heb ik het gedaan. Ik heb het niet via de post gedaan. Ja, ja. Ik heb begrepen dat bij de vorige verkiezingen veel mensen, Latins met name, Cubanen en anderen, die hadden toch hun stem uitgebracht op Trump. Wel, kijk. De Cubanen, het merendeel van de Cubanen, die zijn Republikein. En natuurlijk het merendeel van de Cubanen heb je hier in Miami. In Miami area, South Florida. Het merendeel van de Cubanen. Oké? Het maakt niet uit. In feite, de gemiddelde Amerikaanse stemmer, oké? De gemiddelde Amerikaanse kiezer die het maakt eigenlijk niet uit wie verkiesbaar gesteld is. Oké? Want als je bent Republikein of je bent Democraat. En als je Republikein bent, dan
maakt het echt niet uit wie de president gaat worden, wie de kandidaat, de Republikeinse kandidaat is. Je gaat sowieso op hem stemmen. Al ben je het niet eens met zijn beleid, dit is de gemiddelde Amerikaan, oké? Okay? Al ben je het niet eens met zijn beleid, je gaat toch Republikein stemmen, oké? Okay? En zo is het ook met de Democraten, die gaan de Democraten stemmen. Alhoewel, als je een geïnformeerde kiezer hebt, oké? Okay, die gaat kijken, oké, okay, ik ben Republikein, of ik ben Democraat, maar ik zie deze man niet als president, dus ik ga niet voor hem kiezen. Oké, okay? Dan kan ik mijn stem uitbrengen op iemand anders. Oké, okay? Maar in het algemeen, ik heb heel veel Cubaanse vrienden, oké? Okay? En ik heb discussies, ik hou discussies met ze. En ik vraag mezelf af, als ze niet kunnen inzien dat het beleid van die man of wat die de dingen die hij zegt, dat het niet is om ons samen te brengen, oké? Okay? Het interesseert ze niet. Clinton was sowieso een betere kandidaat dan Trump. Clinton is verloren, oké? Okay? En we hebben in het Witte Huis gezet, oké? Maar die Cubanen, meneer Diekman, die Cubanen hebben nu het beleid 5 jaar meegemaakt. Blijven ze bij hun standpunt dat ze toch op Trump stemmen, of hebben ze toch iets van, nou, we weten het nog niet? Nou, kijk, ik denk het overgrote deel van de Cubanen denkt dat op weer op Trump stemt, oké? Okay? Als je nou kijkt, je moet het nieuws volgen. Ik weet zeker dat jullie het nieuws ook volgen, wat hier in Amerika gebeurt. Als je nou kijkt, de aanhangers van Trump, de mensen die zijn spokesperson, oké? Okay? Als je naar zijn spokesperson luistert. Als je naar zijn spokesperson luistert, nu, en 4,5 jaar geleden, voordat hij kandidaat was, dan zie je het totaal verschil. Je ziet het totaal verschil. 4,5 jaar geleden moesten ze niets en dan ook niets van hem hebben. Niets en dan ook niets. Er werd alleen maar negatief over hem gesproken. Oké? Okay? En nu lopen ze als poedelhondjes achter hem aan. Ja, ja. Hoe komt dat? Zo is het ook met... Zo is het natuurlijk ook met Cubanen, oké? Okay? Niet alleen Cubanen, ook andere etnische minderheden. En zelfs ook blanken. Het interesseert ze niet wat het beleid van de persoon is. Het enige wat ze interesseert is wie aan de macht is. Zijn de Republikeinen aan de macht of zijn de Democraten aan de macht? Ja, ja. Maar je hebt in deze verkiezing, ik moet zeggen in deze verkiezing, heb je wel heel veel. Je hebt heel veel prominente Republikeinen die in hart en ziel Republikein zijn. Die zijn openlijk, komen openlijk op de tv en zeggen dat ze voor Biden stemmen. Ja. Dus je ziet dat er een verschuiving plaatsvindt. Er vindt wel een verschuiving plaats dus. Ja, er is een verschuiving klaar. Ja, ik denk maar... Laat me je aan het verhaal vertellen. Ik woonde in een omgeving hier in Florida, Tampa Bay area daar, in de tijd. En die omgeving die is in hart en ziel Republikein. Een paar maanden geleden was ik in die omgeving en ik nam een Uber. En ik sprak met die man begon net over politiek te praten, oké? Okay? En dit is a Republican country, oké? Okay? Hij vertelde me dat hij sinds nadat de pandemic, nadat ze het weer open gegooid hadden, dat er weer normaal gewerkt kon worden. Hij zei, heeft zoveel passagiers, zoveel klanten heeft hij vervoerd. Hij zegt, er is één klant
Er is één klant geweest die nog keihard, die nog in hart en ziel Trump aanhanger was. Hij zegt iedereen die hij vervoerd heeft, en dit is Republican country, oké? Okay? Iedereen die hij vervoerd heeft, die zegt, deze man moet weg, de stemmen moet weg dit jaar. Dus kijk, de Cubaanse vote, de Cubaanse stem, is natuurlijk heel belangrijk. Maar ik denk niet dat de Cubaanse stem dit keer heel veel gaat uitmaken. Omdat je andere plaatsen in Florida hebt, zoals ik je zei, deze omgeving, de hart en ziel Republikein, er zijn heel veel mensen die niet op deze man gaan stemmen. Heel veel Republikeinen die niet op deze man gaan stemmen. Florida was een van de belangrijkste staten waar Trump zijn overwinning bij de vorige verkiezingen aan dankte. Hebt u de indruk dat dat weer het geval zou zijn? Nee, ik denk dat Florida... Kijk, als je re-Florida weet, heeft natuurlijk... Want Florida heeft natuurlijk veel kiesmannen, oké? Okay? Florida heeft natuurlijk heel veel kiesmannen. Dus als je Florida wint, krijg je heel veel kiesmannen. En je hebt 72 heb je nodig, oké? Okay? Dus als je de grote staten wint, kans dat je 72 tot 72 komt, is heel groot. Florida, daarom is Florida belangrijk. Maar ik denk, de weg die Biden momenteel heeft, hij hoeft Florida niet te winnen. Klopt. Er zijn veel andere staten die op het spel zijn. Die hem zo, zonder Florida kan Biden president worden. Florida is niet doorslaggevend. Florida is niet doorslaggevend dit keer. Maar als we terugkijken naar 2016, dan zien we dat volgens de peilingen toen Hillary echt de verkiezingen zou gaan winnen. En ja. Ze heeft verloren, Trump won. Moeten wij ook met een dergelijk scenario rekening houden? Want de peilingen wijzen inderdaad uit dat Biden voor staat in Florida. Ja. Maar goed, we hebben de geschiedenis gezien van 2016. Ja, kijk natuurlijk. Er zijn zoveel dingen zijn hebben plaatsgevonden, oké? Okay? In 2016 had je Hillary Clinton die voorstond, oké? Okay? Heel veel opiniepeilingen, heel veel staten stond Hillary Clinton voor. Wat heb je een week voor de verkiezing? Wat heb je een week voor de verkiezing gekregen? Die Comey. De FBI-directeur, Comey. Oké. Okay. Die is, Hillary Clinton was er was onderzoek gaande in Hillary Clinton's beleid als minister van Buitenlandse Zaken. Oké. Okay. Het was een e-mail kwestie. Oké. Okay. Een paar dagen voor de verkiezing is Comey op het nieuws gekomen. Oh, hij opent het onderzoek in Clinton. Hij opent het onderzoek in Clinton weer. Oké? Okay? En natuurlijk, dat is groot nieuws geweest. En dat heeft de verkiezing, dat heeft de uitslag van de verkiezing schrikbarend beïnvloed. Doordat Comey een paar dagen voor de verkiezing een onderzoek in Clinton weer heeft aangekaart. En natuurlijk, je had natuurlijk ook de Russen die hun beleid voerden hier in Amerika tegen in voordeel voor Trump en tegen Clinton. En dat heeft ook een hele grote rol gespeeld. Ja, we zien dat. Maar als je nou kijkt wat er nu gebeurt, oké? Okay? Vorig verkiezing had je twee onpopulaire kandidaten. Ja. Oké? Okay? Dit keer heb je dat niet. Dit keer heb je één kandidaat die de koers van Amerika, de standing van Amerika, de vision dat we hier hebben in Amerika te aanpakken. En dat is Biden.
En ik denk dat de verkiezing, ik denk dat de opiniepeilingen dit keer natuurlijk, ik denk dat ze on the money zijn. Voorheen waren ze ook on the money, oké. Het is Comey, de FBI-directeur, en de Russen die de roet in het eten gehoord hebben. Ja, meneer Wiekman, we naderen zoetjes aan het einde. We hebben nog twee vragen. De aanpak van de COVID-epidemie. Dat heeft in uw staat, in Florida, waar DeSantis gouverneur is, dat is een schoothondje van Donald Trump, dat heeft tot rampzalige gevolgen geleid in uw staat. Dat klopt. En niet alleen de DeSantis, als je nou kijkt naar de staten waar de Republikeinen gouverneur zijn, die hebben de economie hebben ze opengegooid, Want Trump wil dat. Dat is Trump zijn beleid natuurlijk. Hij denkt dat hij de verkiezing gaat winnen door de economie. Maar de economie speelt vandaag totaal geen rol. Laat me het zo zeggen. Het speelt wel een rol, maar in mindere mate. Wat er momenteel een rol speelt, is de epidemie, is de pandemic. Die mensen die dagelijks doodgaan. Momenteel, ik geloof gisteren of dit weekend, hebben we meer dan bij tegen de 100.000 gevallen. Ja. Dus het wordt alleen maar erger. En dat houdt mensen bezig momenteel. De economie, ja, de economie houdt je ook bezig, maar niet zo erg als de pandemic. Ja. En natuurlijk, Trump wil niet over de pandemic praten, want hij weet dat hij een wanbeleid heeft gevoerd. Ja. Ja. En ook de leugens die hij verteld heeft over het virus, dat is allemaal uitgekomen. Niet alleen. De leugens over het virus. De leugens in het algemeen die uit zijn mond komen. Ja. Je moet Trump vergelijken. Je bent wel eens op de markt geweest, hè? Ja. Je bent op de markt geweest in Amsterdam. Ja. In Nederland. Ja. En je hebt van die kooplui. Die luid schreeuwen, ja, kom hier dingen, dit en dat, oké? En dan ga je naar koop je iets, oké? En je weet dat het nep is, of je weet dat het rotzooi is, maar in ieder geval, je koopt iets, je krijgt iets, oké? Ja. Trump is precies als die kooplui. Het enige verschil is dat hij je iets verkoopt die niet bestaat. Hmm. Ja. Snap je wat ik bedoel? Ja. Hij verkoopt je iets die er niet is. Nee, men zegt ook in Amerika, hier is een con man, een oplichter. Dat bedoel ik. Hier is een con man. Als je nou volgt, en je kijkt wanneer hij praat, hoe hij zijn handen gebruikt. Hij maakt wat je gaat verkopen, maakt hij voor je, in strak voor je. En wat heb je? Je hebt al die mensen die erin trappen. Ja. Oké. Okay. Meneer Wiekman, even, we hebben nog 3 minuten, zegt iemand. Wat verwacht u na 3 november? Stel dat Trump zich niet wil neerleggen bij zijn nederlaag. Men zegt dat er een soort burgeroorlog kan ontstaan. Hoe ziet u dat? Ik denk dat er een burgeroorlog in Amerika gaat gebeuren. Maar ik denk niet dat het nu gaat gebeuren, oké? Als Trump... Oké. Okay. Hij kan zijn aanhangers oproepen, die milities, van jongens... Ja, maar die milities... Kijk, het Amerikaanse apparaat is ingewikkeld. Is niet het apparaat waar je bijvoorbeeld één generaal hebt of weet ik veel wie die zeggen weet je wat, ik ga de macht naar me toetrekken. Dat zo zit het systeem hier niet. Het kan wel zijn dat je misschien
gevallen krijgen, oké. Okay? Maar die gaan onderdrukt worden. Die gaan zo vlug mogelijk onderdrukt worden, oké. Okay? Ik denk dat Trump zich erbij gaat neerleggen, oké. Okay? Ik denk dat hij zich erbij gaat neerleggen. Dat denk ik. Wanneer hij zich niet, wat hij waarschijnlijk gaat doen, als je een staat hebt die Biden zou winnen met heel weinig, met een heel kleine meerderheid, dan denk ik dat dat aangekaart kan worden, oké? Okay? Maar ik denk niet dat dat het geval gaat zijn. Ik denk dat het overweldigend wordt. Dat denk ik. Ik denk dat het overweldigend wordt. En als het overweldigend wordt, heeft Trump geen poot op te staan. 20 januari gaat hij uit het Witte Huis. Wat vindt u van het volgende scenario? Wat vindt u van het volgende scenario? En daar bent u zeker van op de hoogte, want het circuleert in de Amerikaanse media. Dat op verkiezingsavond, wanneer dus de persoonlijke stemmen, dus die lijfelijk zijn uitgebracht, worden geteld. Daar gaat Trump een voorsprong krijgen. Maar wanneer de stemmen die per post zijn binnengekomen, wanneer die worden geteld de volgende dagen, dan gaat Biden inlopen. En dan gaat Trump zeggen, nee, er is gefraudeerd. Dat kan echt niet. Ik stond voor op die november. Vandaar dat je niet kan zeggen op de dag van de verkiezing, kan je niet zeggen wie een staat gewonnen heeft. Je kan het alleen maar zeggen als zeg maar dat 95% van de mensen hebben gestemd en 5% van de stemmen die nog geteld moeten worden, die zijn die ze moeten tellen, dan die 5% gaat niet uitmaken. Als de meerderheid van de staat gestemd heeft, dan kan je al zeggen wie de staat gewonnen heeft. Want die 5% die gaat niet uitmaken, oké? Wat zei je ook alweer? Ja, dat wanneer de stemmen die per post zijn uitgebracht, die worden naar de hand geteld. Stemmen die per post zijn uitgebracht, die kan je over. Maar dat gebeurt alleen maar wanneer je een hele kleine meerderheid hebt. Als je een heel grote meerderheid hebt en de meeste stemmen zijn al geteld, dan maakt de stemmen die per post gebracht zijn niet meer zoveel uit. Als je 90% van de stemmen hebt en 60% of 70% is voor één partij, dan maakt die 10% niets meer uit. Die 10% kan dan voor die tegenpartij zijn, maakt er niets meer uit. Statistisch kun je het niet meer inhalen. Kan je het niet meer inhalen. En ik denk dat het bij deze verkiezing, denk ik dat ze een beetje meer voorbehouden gaan zijn om te zeggen wie de staat gewonnen heeft. Natuurlijk bepaalde staten, die zijn sowieso republikein of democraat. Ja. Die staten kan je zo. Okay, je weet nu al dat de democratisch gaat stemmen. Ja. Nu weet je dat al. Oké. Zijn de, wat ze noemen de battleground states. De battleground states, die gaan de verkiezingen, die bepalen de verkiezingen. Ja. North Carolina, Wisconsin, Pennsylvania en Michigan. Michigan, ja. Meneer Biekman, we zijn helaas gekomen aan het einde van dit interview. En niet mogelijk komen we in de komende weken weer bij u terug, wanneer de verkiezingen voorbij zijn en wanneer er een soort jugu-jugu ontstaat, een nasleep, zeg maar. Dan hopen wij u ook te bellen voor commentaar op de uitslag en op de nasleep. Oké, dat is oké. Hopelijk komt er geen nasleep. Maar ik ben altijd bereid om weer mijn zegje te doen. Ja, wij danken u heel hartelijk dat u ons te woord heeft gestaan. En ik zou zeggen nog een fijne zondag en tot de volgende keer. Hetzelfde en bedankt. Ja, dank u. Ja, luisteraars, dat was de heer John Biekman, rechtstreeks vanuit de Battleground State Florida. En hij heeft ons bijgepraat over de laatste stand van zaken rond de Amerikaanse presidentsverkiezingen.